Hallo kijkers en welkom bij een video van de Om Mijn Garage. Vandaag gaan we mijn interieur schoonmaken van mijn MX-5 met Meguiar's carpet en interior cleaner. Ja, nu mag Anne verder. Wow, wat? Wat was dat nou weer? Oké, ja, ik ben eigenlijk Anne, dit is mijn MX-5, dit is mijn kanaal. Ik was toch Anne? What the fuck? Er liggen allemaal blaadjes nog los in, dus dat gaan we eerst even de uitstof zuigen. Dan gaan we met de interieur schoonmaken. Gaan we dat schoonmaken met een microvezeldoek. En ja, dat komt helemaal goed. Het product dat we gaan gebruiken is dit. Meguiar's. Dat kun je kopen bij allerlei winkels. Ik heb het gekocht bij de Brezan, want daar werk ik. Is een hele goede winkel, ga er allemaal naartoe. Dat ga ik gewoon een beetje spuiten. Zet op, doe het 30 seconden. En dan met een microvezeldoek een beetje doen. Dus ik ga het een beetje rond spuiten zo. Het ruikt in ieder geval lekker. Doe gewoon lekker veel, want dat maakt het ook echt uit. En dan ga ik mijn doek pakken. Zo, ik heb mijn doek. Ik laat het nog even inwerken, want 30 seconden, ik weet niet precies. Een beetje extra of zo. En dan kom ik met mijn microvezeldoek van de Action. Misschien iets beter moeten stofzuigen. Maar het ziet er wel schoon uit. En de doek is niet echt vies. Dat betekent dat we meer moeten spuiten. Ja. Je had het inderdaad beter moeten stofzuigen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik doe nu gewoon even deze hele kant en dan kan ik straks vergelijken met die kant, zodat we een beetje vergelijksel hebben. Ik ga ook de stoel doen. Daar kan het ook mee, hè? Carpet en interieur en stoel. Doekie. Zie je het schuimen dan? Ah, oké, nu wordt je wel vies, moet ik zeggen. Ik zag bij de Brezan ook een spuitbus met interieurverf. Dus daar kan ik dit bijvoorbeeld mee zwart spuiten. Dat wil ik ook wel op zich gaan proberen. Misschien. Dat is sowieso niet van Meguiar's. Nee, dat is van Motip. Ah. Hey, 30 seconden. Oh ja, 30 seconden laten inweken, heel belangrijk. Ook gordels mee schoonmaken. Ja, dat klopt. Ik wil ook wat te doen. Ik kan ook je hond of zo mee schoonmaken. Dat viel op. Ja. Dit is het verschil. Ik ben even gek op mijn achterkant gaan staan. En je ziet dat de linkerstoel toch wel echt viezer is dan de rechter. Dus het is wel een mooi spul. Het tapijt is ook een stuk zwarter dan aan de andere kant. Daar is het ook wel beschadigd. Er zit ook een gat in. Dus deze kant is sowieso slechter, omdat daar altijd iemand zit als je aan het rijden bent. En een passagier heb je niet altijd. Maar in ieder geval, ik vind het mooi spul. Het werkt redelijk goed. Het kan ook vlekken verwijderen. Ik heb hier een plek op mijn softtop. Ik denk dat het vogelpoep is of zo. En ik ga even proberen of ik dat schoon kan krijgen. 30 seconden inweken natuurlijk, heel belangrijk. Bubbelt wel echt leuk. Nou,
That's 30 sure. seconden gaan we. And it's gone. De vlek is nu weg. Het is best wel goed gelukt. Komt hij nou terug of niet? Nee. Nee, de vlek is gewoon weg. Het is mooi spul. McQuires. Ik zoek nog steeds een sponsor. Ik heb jullie al twee keer gemaild. Van ik wil sponsor en dan krijg ik iedere keer zo'n proefpakketje opgestuurd die ik toch wel heb. Maar dat maakt niet uit. McQuires sponsor mij. Wat heb ik nou... Oh ja, die vlek is weg. Ik wou nog zeggen van... Binnenkort komt er een nieuwe softtop aan. Daar ben ik mee bezig. En wat komt er nog meer aan? Ik wil altijd aan het einde een beetje een preview geven of zo. Maar ik weet het nu eventjes niet. Ik vind het mooi spul, McQuires. Koop het bij de Brezant bijvoorbeeld. Doe like op deze video. Like niet zo. Doe like. Comment en ja, abonneer op mijn video. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Van mijn 500 euro MX5.